Het Westen heeft jarenlang met oorlogen in het Midden-Oosten en het legeroven van Afrika bijgedragen aan destabilisatie, geweld en economische malaise. PVV-minister Faber had deze zomer een extreemrechts Eureka-moment. Ze stond zelfvoldaan, bijna hijgend en met twinkelende oogjes voor de camera's om de asielcrisis uit te roepen. We weten dat de PVV leeft van het problematiseren van alles wat een migratieachtergrond heeft. Niet veel later moest Faber natuurlijk toegeven dat die asielcrisis er juridisch helemaal niet is. Toen volstond zij met de argumentatie: het is een crisis, want dat zie ik in de maatschappij. Het politieke equivalent van dit heb op Facebook gestaan. Want zowel de eigen ambtenaren op het ministerie in het verleden en de Europese Commissie gaven aan dat slechts in zeer uitzonderlijke gevallen een dergelijke crisis uitgeroepen mag worden. En die zijn nu gewoon niet aan de orde. Waarom slingert deze PVV-minister niet onderbouwde PVV-campagnepraat de eter in? Waarom roept zij een crisis uit die geen crisis is? Het Westen heeft jarenlang met oorlogen in het Midden-Oosten en het legeroven van Afrika bijgedragen aan destabilisatie, geweld en economische malaise. En vervolgens, als mensen hierdoor naar ons land vluchten, moet er een hek om Nederland gebouwd worden. Het is ijskoude, extreemrechtse hypocrisie. Het is prima als je als PVV-minister voor minder migratie wil pleiten, maar ben je geslaagd als je zo laag gaat dat je een 11-jarige jongen naar een land wil sturen dat hij nog nooit heeft gezien?